er klaar voor. From downtown The Hague. The Magic. The Magic. 97.2 FM. Voor Den Haag, Stad Radio. Goedenavond en hartelijk welkom hier op deze maandagavond weer. De eerste maandagavond van het jaar 2019. Leuk dat je luistert en leuk dat je aanwezig bent. Er zitten avond mensen in de chat al. Ewald zie ik al. Robin, Hansi, Mr. Jivey. Dan ook Rick het Rotterdammester. En Rick, ik zou zeggen, man, kijk even lekker naar het scherm. Dus freewheelen, dames en heren. Dus dat betekent dat jij dan aan de andere kant van de radio kan bepalen wat er gedraaid gaat worden op jouw radio Stad Den Haag. Dat kan van links, dat kan van rechts gaan. Het kan ook eventueel in het midden blijven, je weet het niet. Maar goed, dit is wel lekker hoor. Ja, ze was toen nog jong. Ik heb de laatste auto een keer op mogen ontmoeten. Een manager van een pleurisleier was dat, zeg maar. Maar dit even terzijde. Wel even leuk om deze, ja, soort van... Waarom ga je altijd zingen als ik nog aan het praten ben, sukkel? Nou. Maar ze begint ook heel erg snel, dat is waar. Ik ben snel, Richard Rotterdam. Ik ben zo snel, ja. Je zal het me af en toe niet geven met dat lijf van mij. Maar hier is Diana Est. En luister naar Tenax. Hoe inconscio fragile. La finzione
het maatverband naar genoemd. Weet je dan? Naar zijn andere maatverband, denk ik dan. Ja. Maar goed, deze vrouw heeft altijd kort haar gehad. Wist je dat? Ze heeft altijd kort haar gehad, deze Diana Est. Echt heel kort haar. En toen ik haar ontmoette was ze heel erg kort haar. Ja, heel erg kort haar. Niet onwijs... Ja, goed, wel lekker kort in ieder geval. Laat ik het zo doen. Leuk dat je er weer bij bent, dames en heren van Radio Stad Den Haag, hier op deze maandagavond. De eerste event hier, dat Zuro van het jaar. Dat gaan we zometeen doen natuurlijk om 9:00. Want dan komen zij weer, Paolo J en Marcello, dat Zuro. Ik zie hier even voor Robin Dr. Bomba staan. Dan gaan we zo de videoclip van draaien van Coquetta, Taxi Taxi. Ja, goed jongen, altijd even leuk. En inderdaad, Maria Vidal van DJ Elroy. Ja, ik zou zeggen, Elroy, die hebben we gisteren eigenlijk ook al in de Flits in de Vijfde gedraaid. En daar heeft natuurlijk ook weer... op 14 in de lijst stond hij namelijk gisteren. Die waren ons afgelopen zondag hebben uitgezonden in Dusko. Je weet dat je doucht vol met disco. Dus heb je die gemist, kan je die altijd nog even downloaden. Of via Mixcloud, of via YouTube. Nou mensen, kanalen genoeg hier bij jouw Radio Stad Den Haag. En zeg het eens, Billy. Diverse versies gemaakt. Deze Billy Ocean, geboren in Trinidad en Tobago. Daar komt hij officieel vandaan. En deze man groeide erop als artiest. En tegenwoordig treedt hij nog steeds op, hoor, deze Billy Ocean. Hij is nog steeds een beetje bezig. En heeft lekker grijze haar gekregen. Denk maar een beetje aan onze Italiaanse vriend Silvio Bozzoli. Heeft ook een beetje grijze haar gekregen. Maar dat krijgen we allemaal op de duur. Ik heb het nog afgeschoren. Ik denk, jongens, ik laat het even aan mijn kin hangen. In ieder geval, European Queen had je ook nog als Caribbean Queen. Het is nu tijd voor een plaat en zijn verhaal. Oh nee, een plaat die jij hebt aangevraagd. En ik moet dan even terugscrollen hier in het etablissement van, je weet wel, de chat die weer lekker snel gaat. Heerlijk, jongens. Robin, deze is voor jou. Oh.
onafhankelijke radio. Radio staat en haag. Kale kale kuta 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 eo eo. Ken je dat nog? Oh, moeder, wat is dit heet? Ja. Dan springen ze ook zo lekker Engels daarin. Nou, dat was hij dan hoor. Deze Dr. Bombay en de Calcutta Taxi Driver. Is een Taxi Driver. Leuk, hè? Het filmpje is gelijk afgelopen, jongen. Ah, is lekker hoor dat hij afgelopen is. Heerlijk. Nou, Robin, deze was voor jou, jongen. Ik hoop dat je er lekker van genoten hebt, hè? Say That You Will. Nou, dat is de enige titel die je kan hebben. Als je misschien dit jaar gaat trouwen of zo. Of de liefde gaat verspreiden. Dat kan ook. As much as you do, please don't.
indefinitely. Don't you worry about nothing, just leave it to me. Put this ring on your finger, 'cause I want the whole world to see. Met de Station Band. Ja, dat is Boots Sam. De Station Band. Say That You Will. Ze doen in 1985 in de hitlijst van de Haagse Vlies in de 50. Overigens, die kan alvast te klappen, want aanstaande zondag hebben we ook weer een Vlies in de 50. Maar dat was de eerste Vlies in de 50. De eerste Haagse Vlies in de 50. Kan je nagaan hoe lang geleden dat is. Echt, dat is heel lang geleden. Maar die krijg je dan op dat moment even te zien, dus dan weet je dat. Hè? Dus aanstaande zondag een eerste Haagse Vlies in de 50. Want daarvoor heette het natuurlijk een Haagse 50. Logischwijs. Maar goed, wij gaan door met jij aan de andere kant van de radio. Want je wil muziek horen. Nou, ik heb even een clipje opgezocht. Dan er meerdere clips op van deze man. Maar dit is een leuke uit Afro Stoppel. Ja, hier is Taco. En put it on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Waar keek jij naar? Naar Topop. Ja, toen wel. Toen was je daar natuurlijk benieuwd naar. Hè? Naar Topop. Wat kwam er toen nieuw uit? We waren toen geïnteresseerd in de muziek. We vonden de muziek ook hartstikke leuk. Toen in die tijd ook. De een vond de plaat wel leuk, de ander vond de plaat niet leuk. Ja, dat blijf je natuurlijk altijd houden. Maar dit was in ieder geval Taco en Put It On The Ritz. Er wordt in die chat hier leuk gecommuniceerd. Breakfast Club zie ik hier voorbij komen voor Master Jivey en Ride On Track. Coming good, Mr. Jivey. And request for Robin, tell me Houston video. Okay, we played already, Thelma Houston. We played already, you used to hold me so tight. You wanna... Okay, nou goed. We gaan eens even naar Joe Nathan Joost, want gisteravond stuurde hij namelijk ons wat op. En dat hebben we helaas niet gedraaid, zijn we niet meer aan toegekomen. Sorry, Joe, dat gebeurt allemaal in de hectiek. Hè? Dus wij zitten in de man, de drank is in de kan, dan weet je hoe dat allemaal gebeurt natuurlijk. Maar in ieder geval, dit is Younger Rebinds en Tim's Symphony. En Joe Nathan, misschien kan je even bellen.
dan kan je misschien even uitleggen. Heb jij dit gemaakt? Wie heeft dit gemaakt? Heb je dit vandaan? En enzovoort, enzovoort. Daar zijn we dan wel even benieuwd naar. Maar goed, ik zou zeggen, luister! Van deze showplatten. Maar we hebben hier altijd, volgens mij, Jonathan Joosten aan de telefoon. Kan dat? Goedemiddag. Goedemiddag, Jonathan. Hoe is het? Ja, alles prima. Nog ja, gewoon alles prima. Ja, dankjewel, Jonathan. Ook jij, dat jij weer een goed jaar mag maken met de pinballetjes en dergelijke. Ja. En met muziek maken, met draaien en dat soort geinen allemaal meer. Maar ja. Ik zat even te lezen inderdaad in de request-ding. Maar goed, je mag het ook even zelf vertellen over deze Younger Rebinds en Tim's Symphony. Vertel het mij even.
Nou, het is een plaat die uitkwam op 2 november vorig jaar. Nou, dat is dus krap 2 maanden terug. Ja. Zit op een Nederlands label. Dan ben ik even de naam van het label kwijt. Die heb jij dan daar weer even staan. Uitgebracht op Running Back Records. Is onderdeel van de Sound of Benny EP. Ja, Benny Rodriguez. Benny, dat is van Benny Rodriguez, inderdaad. Dat is een bekende house en techno DJ. En deze track die. Nou, ik kwam eigenlijk op het spoor omdat Peter van Leeuwen hem in zijn Free Your Mind Year Mix van 2018 had zitten. Ja. Nou, dat was echt alleen maar techno. En dit kwam voorbij. En ik dacht, het lijkt wel Italo. Ja. En ik vind hem erg fijn. Dus ja, ik denk, ja jongens, dit moeten jullie ook even kennis van, nemen. Ja, sorry dat het gisteren even niet gebeurd is. Maar dat heb ik dat even uitgelegd. Kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. Maar vandaag... Dat het over 2 maanden elke zondagavond nu gedraaid gaat worden. Nee, nu weet het niet. Maar in ieder geval, we hebben het nu even gedaan. En dat vonden we heel erg leuk natuurlijk. Om dat even te laten horen, hè, wat jij ook weer uitgevonden hebt. Dat is altijd wel even leuk, hè? Kennis. Ja, ik vind het een hele leuke plaat. Een beetje bordello-achtig... En zo, je weet wel. Nou, Joe, ik wens je nog een hele fijne avond. Ga nog lekker naar de event, die luisteren zo meteen. Ja, ik denk het wel. Je denkt... Zeker weten doe je dat niet. Ja, tuurlijk nee, wel. Nee, ja. De free-show is het leukste, hè? Ja, dat freewheeler, daar kun je van alle kanten mee opgaan. Dat is het leukste. Ja, dat vind ik namelijk zelf ook. Ik hou van variatie in het eten, dus waarom ook niet in de muziek, hè? Ja, zal ik even een bruggetje maken? Doe dat. Want wat ik op de achtergrond hoor... Ja, dat heeft ook met eten te maken. Ja. The Breakfast Club, right on track. Ja, is aangevraagd door Mr. Jive hier op de radio. Hé, bedankt Joe Nathan. Goedenavond. Goedenavond. En hier is de Breakfast Club op je radio. Time you're looking up.
drumstel. Dat hoor je in deze plaat weer terug. Een vrouw op een drumstel. Gek is dat, hè? Ja, het is echt een vrouw die op dit drumstel zit. En het is nog een klein vrouwtje ook eigenlijk. Het is een hele grote artiest. We hebben het over Madonna, die op deze drums aan het drummen is. Ik had het zelf ook kunnen doen, maar ik heb er... Ja, goed, er staat toevallig aan. Sommige mensen vragen altijd in de chat, wil je ook even gaan drummen? Ja, ik ben gek op een drumstel, echt. Daar kan ik verder niks aan doen. Ook een verslaving, ja. En dat is ook met radio maken, dat is ook eigenlijk een verslaving. Daar blijf je gewoon mee doorgaan. Dat is, ja, echt. Als jij dan ook aan de andere kant van de radio ook zo lekker apprecieert dat je het ook leuk vindt, dan gaan wij er ook zo heerlijk mee door. Breakfast Club was dat voor Mr. Jai-V. Jai-V, 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 ja, ja, ja. Voor hem draaien we deze. En deze is voor Elroy Heesbeen. Hier is Mark Almond in Soft Cell, Tainted Love. Kunnen zijn. Vertel het mij. Jij daar aan de andere kant van de radio. Wat is Tainted Love? Ik ben niet zo goed in Engels. Maar ik Rotterdam natuurlijk wel. Oorspronkelijk Australië. Dus ja, dan moet je bij Engels kunnen natuurlijk. Soft Cell, Mark Almond en Tainted Love. Wat een gave plaat nog steeds. Mark Almond, ik zie hem nog steeds voor me staan. Heerlijk. Die break is ook lekker, hè? Ja. Zit ik weer doorheen te lullen, Rick? Ja. Deze break. Zo lekker. Is zo heerlijk. Zeker als je net gegeten hebt, hè? Dat je... nog even aan het uitbuiken bent. Zoals het altijd genoemd wordt. Ik ben even aan het uitbuiken. Ik doe dat niet meer, want ik ben continu aan het uitbuiken. Ja, 24 uur per dag ben ik aan het uitbuiken. Oh. Even dat doorgaan of niet? Nee. We gaan even naar Hansie. Hansie, de man die ook iedere week werk verricht. En iedere week weer even een leuk mixje van twee plaatjes opstuurt. Heeft hij dit keer nog niet gedaan? Ricardo Bernardo is al voor geweest. Die heeft al zelfs de mix gestuurd voor aanstaande zondag in Dusko. Dus kan je nagaan. Maar goed, we zullen met volle smart natuurlijk ook op Hansie Hansie wachten. Want Hansie Hansie vindt een plaatje leuk. Ja, we gaan even naar Italië. Gaan ze even mee naar 1983. Gaan ze even mee naar 1983. Ik ben er nou klaar mee, jongens. Kom op. Even groen, even timmeren. Gewoon even de plek daarin. Nee, maar goed. We gaan eens naar Italië. We gaan even overschakelen naar het jaar 1983.
Daar was er een man die heette Diego. En Diego liet zich leiden door een aantal mensen om muziek te gaan maken. Hij ging eerst even een wandeling maken in de nacht. En toen dacht hij van, nou, ga ik even iets maken wat jij leuk gaat vinden toen in 1983. Hij is toen gegaan naar Il Discotto. Daar kan Marcello je natuurlijk alles over vertellen. Maar het is ook namelijk geschreven. En ook de vocals van deze plaat zijn namelijk gedaan door Ivana Spanja. Zelfs haar broer Theo heeft het namelijk gearrangeerd, deze plaat van deze Diego. Hij heeft het wel ingezongen hoor. Hij heeft wel de liedfocus voor zijn rekening genoemd. En ook nog Stefano Kundari was ook experiment. Nou, experiment, noem het maar een experiment. Volgens mij is het ook maar een one-hit wandertje geweest. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig van deze Diego verder meer gehoord. Op Memory Records, Walk in the Night. Hier in je freewheel, 2 uur durende radioshow. Van Diego, heet een Walk in the Night.
kwam op het Memory Record label toen uit. En was gemaakt door Ivana en Theo Spanja. Broer en zus Spanja. En Spanja heeft natuurlijk ook in 1983 vanaf dat timbre ook zelf plaatjes gemaakt. Denk natuurlijk aan Call Me, Easy Lady, Boy or Girl. Je kan het allemaal uit je mouw schudden hier zo op de radio. Maar dat doen we dan ook. Hè. We schudden alles hier op de radio. Speciaal voor Hansie. Hansie was dat. Ik hoop dat je genoten hebt, Hans. Leuk, hè, van die plaat. Nou, kom er eens even gezellig bij. Als er dames aan het luisteren zijn op dit moment. Je bent niet in de chat op dit moment. Dat kan natuurlijk. Maar ze zijn wel lekker in de chat bezig, hoor, dames en heren. Ja, heerlijk zijn ze bezig. Want ze hebben het over de IKEA-brochure. De IKEA-catalogus. Om daar eens ook in te kijken over diverse dingetjes. Ja, dat is toch even leuk, hè. Als je hem ook even mee wil participeren dan. Nog steeds Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Video, oké. Gaan we die doen. Nou, doen we die zo meteen. Eerst even een vermaakseltje van Lex van Koevernen. Die heeft dit toen helemaal vermaakt. Plaat is officieel 1984. En even later ging Lex daar een beetje zijn handjes aan branden. Verscheen op de B-zijde toen van de Radio Stad Den Haag Caramba Mix. Uit Spanje, Jules Tropicana. Welcome to the show. Jules Tropicana rides again. Je weet al, oh nee, ik ga even iets verkeerd doen. Nee, ik zeg. Nee, ik bedoel, Lex van Koevernen heeft dit dus gemaakt. Toen even een beetje verbasterd, veranderd. Dat deed hij in 1984 en plaats officieel uit natuurlijk Blanco in Negro Records. En dan hebben we het natuurlijk over Sergi Elias, die tegenwoordig nog hard aan het werk is met dat platenlabel. Omdat weer helemaal op de kaart zit. En dat vind ik natuurlijk weer. Ja, dat vind ik prachtig. Dat, hè, dan gaat de muziek toch eindelijk een keer een beetje verbroederen, vind je niet? Ja, nou, genoeg Jules Tropicana. Dan is het nu tijd voor... Voorplaat uit 1977. Met een tulband op je
zie je er lekker uit nog op je leeftijd. Tell me Houston, hè? Leuke oorbelletjes in. En die man die daar zal zitten klappen, die lijkt een beetje op Frans Halsema, vind ik. Maar goed, dat vind ik. Misschien vind jij dat zelf ook wel. Zou kunnen. En de Combinaars hebben er natuurlijk ook uitgebracht. Ja, helft van Harold Melvin en de Blue Notes. Was eigenlijk het origineel van deze sjaalplatte van Thelma Houston. Ja, heel veel hebben dat gecoverd. Maar dit was even een videootje. Speciaal voor... wie was het eigenlijk? Voor Robin, geloof ik. Was het Robin? Was het Robin, toch? Was het voor Robin, jongens? Ja, hè? Ja, was voor Robin. Ja, applaus! Applaus, ja, voor Thelma Houston. Nou, Thelma, bedankt weer, hè. Je hebt wel leuk gedaan, meid. Heerlijk, ja. Wij zijn zo snel hier in dit radio-etablissement dat we zo de plaat opzoeken en in één keer voor je klaarstaan. Nou, dat is toch hartstikke mooi, hè? Speciaal voor Joan Eten Joosten. Ja, als je zelf niks aanvraagt aan de andere kant, dan gaan we andere dingen doen. Ja, toch? Hé, natuurlijk. Dan gaan we dat even doen. Nou, is the crystal clear and the neutron dance.
Crystal Clear met een K, hè. Tegenwoordig heb je hele flessen vol van Crystal Clear, maar dan met een C. Dat is Crystal Clear. Dat is dan water met ook een smaakje. Dat kan je ook leuk vinden, lekker vinden. De Neutron Dance hoor je hier op je radio Stad Den Haag, hier op jouw maandagavond. Je kan nog lekker blijven hangen, want om 9 uur ben ik bij je. Speciaal voor jou. En we gaan zometeen de Greg Ginn Band draaien met Geopardy. En inderdaad, wat Rick al schrijft hier in deze chat, is dat Pink Project heeft er ook een soort van dance ding van gemaakt. Een soort van project medley met Geopardy daar ook in. Nou, als we die gaan draaien, gaan we die draaien. Als je zegt, nou, ik heb ook de gewoon een normale Geopardy dance mix, dan doen we die. Maakt mij ook niet zoveel uit. Maar hier hoor je toch wel een beetje de New Order in, of niet, hè? Bizarre Love Triangle. Heb ik dat een beetje in mijn gehoor zitten, of niet? Hè? Bij deze Crystal Clear. Ja, zo leen je nog eens wat, hè. En natuurlijk waren de New Orders vele malen eerder dan deze Crystal Clears. Laten we eerlijk zijn, ja. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Dat is nou helemaal zo. Nou, je zou zeggen, dit is Uzura met Open Your Mind. Maar dat is het niet. Hier zijn voor jou de Simple Minds en New Gold Dream.
Your Mind. Zeg ik dat nu goed? Rickard Rotterdam? Ja, Rick die is er goed in. Maar als je nou naar Jeopardy kijkt. Jeopardy. Maar het is Jeopardy. Het is Jeopardy. Jeopardy. Zo spreek je in het uit. Jeopardy. Maar er staat een A, er staat een E en er staat een Joe. Dus dat Joe staat daar. Net zoals Joe Nathan. Er staat daar dus ook Joe. Maar dan met een party erachter. Nou goed, daar niet. Maar goed, het is moeite uit. Maar dat zou je heus wel weten hoor, Rick. Dat zou je heus wel weten. Je zou heus wel weten hoe je die dingen uit moet spreken. Ik ben er nog steeds een opleiding voor. Nou, Simple Minds hier op je radio voor Master Jivey. We draaiden hem voor hem. Ook natuurlijk voor jou dan aan de andere kant van de radio. Want jij houdt ook wel van de Simple Minds. Don't You Forget About Me blijft natuurlijk altijd een beetje hangen. Simple Minds New Gold Dream was dat hier op je radio Stad Den Haag. Op jouw maandagavond, jouw Eventi d'Azzurro avond. Zometeen beginnen we daar weer mee. Straks om 9 uur met Paolo J. Marcello d'Azzurro. Die zullen dan weer Acte de Parisien gaan geven hier zo. Nou, er is natuurlijk ook een Pink Project geweest. Dat klopt. Maar die Pink Project die heeft er gewoon een soort van medley van gemaakt. Die hebben Billie Jean gepakt en die hebben deze Jeopardy gedaan. Jeopardy. Dus die hebben ze dus gemaakt. En dat is nog door elkaar. Dan denk ik, nee joh, we moeten gewoon even de gewone malen. En daar ook op kan dansen natuurlijk nog. Dat is ook wel erg belangrijk. En dat is dan ook speciaal hier weer voor jou natuurlijk op jouw freewheelavond. Waar de 2 uur echt voor jou ook zijn. We zien nogal een aantal suggesties hier. Van De Gama, Sexual Fever, One System, Life is Very Short. Datora met Eternity. Ja. We gaan ze even bekijken. Maar dat is niet dan. Jeopardy. Zie, je hoort het. Je hoort het. Ja. Hier zijn de Greg Kim Band. Where were you? Nog een keer.
parodie. Ja, ja. Je parody. Goeie plaat trouwens van de Greg In Band. We horen hem hier op je radio Stad Den Haag. Jouw maandagavond kan ook niet meer stuk. Trouwens, morgenavond zijn we er ook weer. Met de nieuwe aflevering van het nieuwe jaar. Baron voor de Rhythm Kitchen. Dus als jij naar Rhythm Kitchen wil luisteren, morgenavond zijn we weer live vanaf 8 uur. En vergeet ook even aanstaande donderdag niet, want aanstaande donderdag is er dan ook weer een aflevering van Peter Slaghuis. Oftewel Jerry Baker. En onze Harold Zwaardman zullen jou weer allerlei dingen vertellen over het leven van Peter Slaghuis en zijn muziek. Dat hoor je aanstaande donderdag weer, ook vanaf 8 uur dus. Is de hele week veel live voor jou op Radio Stad Den Haag. Dat is leuk. En jij mag er ook bij komen, hè, dames en heren. Ook in de chat zitten er heel wat mensen al. We hebben al Robin, we hebben DJ Elroy, we hebben Hansie, Joe Nathan, natuurlijk José Galantes, Master Jivey. En natuurlijk Rick Rotterdam zijn allemaal lekker hier aanwezig. En als jij er ook erbij wil voegen, dan kan dat natuurlijk. Want zometeen, om een kleine opwarmer te geven. Nou, kleine. Je moet maar een hele grote opwarmer. Want wij waren zwaar teleurgesteld dit jaar. Dat in het jaar 2018, dus vorig jaar, deze plaat niet in de top 100 stond. Schande! Want het is zo'n prachtige Italo-danceplaat. En dan hebben we het natuurlijk over One System. En Life is Very Short. Ook over een maand voor ik ook alweer een jaar jouwer. Dan denk je, jeetjes, Mina, ik zit al, ben ik al zover. En dan gaan de weken ook zo hard. Hè? Als je dan aan het werk bent, dan denk je, potverdorie, dan gaat het allemaal hard, man. Het gaat allemaal zo hard.
Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ik zou zeggen, neem een blootje of zo. Heerlijk. Lekker een blootje nemen of zo. Ja, lekker man. Ja, dat is... Dat hoort toch wel een beetje bij deze plaat, vind ik. Zo van, hallo fans. Hey, wel. Je kent ze nog van Sunshine, Sunshine Reggae. Hier zijn ze, laid back. En luister naar de Baker Man. Baker Man is baking bread. Zit zitten Madness aan te vragen. Hè, Madness. Als Radio 10. Oh nee. Laidback Baker Man. Prachtig, hè? Anyway, ja toch? Video is afgelopen. Iedereen bedankt voor het maken van die video. Graag gedaan, jongens. Heel goed. Leuk gedaan, ja. Nou, door met de show, ja. Gaan we naar een zangeresje toe die samen met Alexander O'Neill Saturday Night Over heeft gezongen. Maar ook Robert Palmer heeft deze plaat toen gemaakt in de jaren 80. We hebben het over Sherelle. I didn't really mean to turn you on. Didn't need to turn to you. You read
you don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. MCA enzovoort, de Village People. Daar zit het bekende deuntje in van de plaat die je nu weer horen gaat. Maar goed, er worden hele leuke dingen nog steeds aan gevraagd hier in de chat. If you want to have a request for this tonight's show, till 9 o'clock, you can get your request in the chat only. Flag of Seagulls, I see here with Iran. For Robin, gaan we zo doen, Robin. Maar eerst even weer een oude, ja, weet je wat, disco-knijter. Dat kan het eigenlijk wel noemen, hè? De Orlando'tjes, die we regelmatig bij je radio Stad en Hart draaien. Het is omdat er natuurlijk ook goede muziek is. Laten we ook eerlijk zijn. Ook even aan de Flirts denken enzovoort. Ja, de Flirts. Nou, zingt u maar. Walk away. Love.
Thank You at the Lucky Ball. You find us at the famous show here. That I speak Dutch, not English, but he likes it. He likes it because we're going to play also What Fun, the Right Side One. Right Side One, the Right Side One. I see a Shocking Blue met Venus in the remix. Kan die beter dan... Ik moet het even allemaal tot me toenemen. Want ook Rotterdam komt met Rex the Dog. En dat heet Do You Feel What I Feel. Nou, voel je wat ik voel? Nou, dat is ook een video. Ja, maar eerst, dames en heren. Je weet, sinds kort is er een nieuw Radio Veronica. Nou, als je dit gaat beluisteren, dan lijken we ook wel een nieuwe Radio Veronica. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Jij wil het horen. En omdat jij dat horen, doe je dat. We zijn er voor jou. En waarom ook niet, want dat is een geweldenaar van een plaat. Van deze Flock of Seagulls. I Ran. Hoor hier op je radio Stad Den Haag. Zometeen nog meer op je radio. Onder andere Shocking Blue en What Fun. I walk along the avenue. I never thought I'd meet a girl like you. Meet a girl like you. With auburn hair and tawny eyes. The kind of eyes that hypnotize me through. Hypnotize me through. And I ran so far away. I just ran. I ran all my life away. I couldn't get away. Nou, daar gaat hij. Dames en heren, ja. We zijn hard aan het werk hier om jou te teasen hier zo vandaag. Nou, ik moet even Colin de Jans uitspreken voor Mauricio Giovane. Want zijn father-in-law is passed away on Sunday. And we're gonna play you this beautiful record of Scotch. Pictures of all days. Eerst even deze plaat voor jou. A pity man died. We cannot allow that treason must be mine. We must show them now. We don't mean to lie. We haven't a doubt that we're in the right.
you don't look out, or you'll suffer on their right. The heroes return, and the royalty of them, while the angels learn. Blij? Ja, goed. Blij dat je er blij om bent. 30 maart aanstaande zal hij gaan optreden, deze man. Vince Lanzini, alias Scotch. Natuurlijk in Denemarken. Je kan erheen, ga even naar Morten Kimmen. Morten Kimmen op Facebook. En ga eens even kijken. Misschien kan hij een leuke reis maken. Het is 8 uurtjes heen en 8 uurtjes terug. Dat moet te doen zijn. Dat zegt Mauricio Joe van Elk. Gecondoleerd met je schoonvader. Hier zijn Scotch en Pictures. You
toch wel van Disco Band. Maar deze plaat is ook gigantisch. The Pictures of All Days. Oftewel, je kijkt naar alleen nog maar een picture. Controleer nogmaals Marie Jo met het overlijden van je schoonvader. Helaas, afgelopen zondag is hij overleden. En we draaiden deze plaat speciaal voor Marie Jo Giovanni. En ik hoop dat je er steun bij hebt gehad, jongeman. Ja. Hoop ik maar weer. Maar het leven gaat weer door. Hier zijn de Rex the Dogs, ja. Dat was hem. Gaat het zo snel met die, met die clipjes tegenwoordig? Nou goed, dat waren ze dan. Deze, hoe heet ze ook alweer? Rex the Dog en Do You Feel What I Feel? Featuring Jamie Irresistible, zoals je maar heet. Ik heb eigenlijk helemaal niets klaargezet eigenlijk. Ook nog niet zo lekker is dat. Had ik nou al klaargezet? Nee, ik had niets klaargezet. Ja, Paulo J. komt binnen, dan vergeet je dat. Nou, ik pak wel even wat. Ik heb hier wat. Nou goed, doe maar. Pak wel even een Herb Elport. Is dat ook goed? Nou, zo met de Shocking Blue nog, dames en heren. Weet het zeker. Oh,
instrumentaaltje van deze Herb Alpert. Ze moeten mij noemen. We hebben ook wel eens Herb Alpert gezegd, maar het is Herb Alpert. Hij heeft ook Diners gemaakt met Janet Jackson. Dat ken je vast ook nog wel. Daar is hij ook bekend mee geworden, deze Herbie Alpert. Maar dan nu, dames en heren. We hebben weer een leuke videoclip. Ja, dit hele programma zit vol videoclips. Nou, dus daarom. Waarom zullen we het ook niet even gaan draaien? Pak even een gitaartje, gooi er even een solootje in. Ja, zeker. DJ Vinnie heeft deze remix gemaakt van natuurlijk het oldschool Haagse bandje. Zo mogen we ze noemen. Met Mariska Veres erin en meneer Van Leeuwen. Alleen Mariska Veres die leeft niet meer. Die is al lang overleden. En hier zie je op de videoclip, zie je er nog aardig, ziet ze er redelijk dun uit. Laat ik het zo zeggen. Maar ik heb daar meegemaakt toen ze bij mijn auto's in de winkel kwam. Nou, mensen, in stoelen, tafels aan de kant. Anders kon ze er echt niet door. Nee, nee. Maar haar is even geinig. Lekker bietje eronder gooien. En dan krijg je een oud nummer dat weer een soort nieuw jasje aan het krijgen is. Dit is jouw Radio Stad Den Haag. Zometeen Eventi dat Zoro hier om 9 uur. Die hebben het dan ook nog eens een keertje gecoverd, zeg maar. Maar DJ Vinnie remix was dit speciaal voor Rick uit Rotterdam. Daarvoor draaiden we een plaat voor Rotterdammert. En die vond het hartstikke leuk dat ik hem even gedraaid had, die plaat voor hem. Ik ben even de titel weer kwijt, maar goed, dat gaat allemaal zo hard hier. Nou, heb je nog een request? Het kan nog even, 12 minuutjes. Het is niet lang meer, ik weet het. Gisteren hadden wij een plaat voor Last Night, The DJ Saved My Life. Ik heb hier een hele andere uitvoering. We'll be right back.
Last Night, the DJ Saved My Life van deze Indie. Normaal is het plaatje wat langzamer, hebben ze iets wat meer verhoogd in het tempo. Dat is wel even laag. Zometeen, trouwens, nog even 7 minuten te gaan. We gaan nog 2 plaatjes voor je draaien. En dan hebben we Marcello D'Azzuro en natuurlijk Paolo Jai met eerste Dance Made in Italy. Daarna weer de Eventi D'Azzuro. Je gaat ook nieuwe dingen horen van wat uit gaat komen op het Eventi-label. Dus Brian Ice, denk ik. Mansion, weet het niet, maar goed. Shark, kan ook nog. Hebben we allemaal op klaarstaan. Dus dat gaat de grootmeester vanavond je ook weer even te horen brengen hier. Nou, dit is ook zo'n plaat die vergeten is. Gwen had het er gisteravond ook al over bij de Stad Sunday Night Live Show van... jongens, die plaat die had je toch eigenlijk in die top 100 moeten zetten. Die had er toch gewoon in gemoeten. Maar ja, helaas is het ook bij deze plaat niet gelukt. En er zijn wel vele platen van hoe is het mogelijk dat die er niet in hebben gestaan. Nou, dan gaan we in deze jaar 2019 dit soort platen extra aandacht geven. En dan zal het best kunnen gaan lukken en kunnen gaan gebeuren. Dat we inderdaad straks wat meer van dit soort platen weer in de top 100 terug gaan vinden. In het jaar 2019 waar wij dan nu in zitten. Nou, here's Capricorn and I Need Love. I'm
er allemaal als nodige. Klein beetje liefde. I Need Love is dat van Capricorn. Zometeen veel plezier trouwens met, je weet wel, Eventi del Zuro hier vanaf 9 uur. Met zometeen eerste Dance Made in Italy van Paolo Jai. Claudio Simonetti was dit trouwens in Casso, heeft hij ook gezeten. En dit was Capricorn met I Need Love. Ik ga even afsluiten met een virtuoos die samen met Marla Vasi en ook Jacques Fred Petrus heeft gewerkt. Man is ook niet meer onder ons, maar zijn muziek wel. En dat is dus het mooie van deze Luther Vandross. Je hoort hem hier, samen met Change. Hier is Searching. Hypnotize.